Hij stoot. Ik blok aan de binnenkant. En ik pak dat punt. Ook als ik aan de buitenkant blok. 1, 4. Ga ik natuurlijk heel makkelijk bij. Dan wil ik eigenlijk een elleboogklem doen. 1. Ja, hij staat maar rechtop, dan wordt dat lastig. Als ik dus inkom. 1. Bam, aanzet. Dan wordt het plotseling makkelijk om die elleboogklem aan te doen. Of zelfs als je hem wel naar beneden hebt, als je hem hier toch al mooi naar beneden maar komt hij nog niet steeds helemaal hierin zetten. En dan erachter. Het mooie is dat je hierachter ook meteen een punt te pakken hebt. Heel veel klemmen die we doen. Daar zit eigenlijk ook meteen een pressure point in. Dus deze is aan de buitenkant. En die zit door met elleboog. Ja, het is ook meteen een setup punt. Waar Gosse ook al over vertelde. 1, bam, dit doet het pijn. En dan wordt het aanzien van de klem. Plotseling een stuk makkelijker. Hetzelfde blok, of zo'n andere blok, dezelfde techniek, met een blok aan de buitenkant.